expert. Beter van ons. Jonathan Reijs vulde afgelopen vrijdag vol overtuiging deze uitslagen in. Ja, ik denk allemaal. Sorry. Maar echt goed deed Jonathan het niet. Hij kwam tot 4 juiste voorspellingen. Daarmee staat hij op een 5e plek. Erik Pieters staat nog altijd bovenaan. Hij voorspelde 7 goede uitslagen. Ibrahim, het wordt tijd dat we Erik Pieters van die eerste plaats gaan stoten. Hij had 7 voorspellingen goed. Nou, dit zijn de 9 wedstrijden van het aankomende weekend. Aan jou de taak om de juiste voorspelling in te vullen. Te beginnen met Twente Heracles, een derby in het oosten van het land. Ja, dat klopt. Ja, ik denk dat Twente weer. Die herstellen zich van de zepert van afgelopen zondag. Ja, denk ik ook. Voor eigen publiek. Heerenveen de Graafschap. Ja, Heerenveen. Ja, die hebben natuurlijk moed geput uit die wedstrijd. Veel vertrouwen. Excelsior Groningen. Excelsior is thuis vrij sterk, maar ik ga toch voor FC Groningen, wat een hele goede doen is. Oké. Okay. NAC Vitesse, misschien een van de moeilijkste van deze ronde. Ja, klopt. Ik denk, er zijn beide gewoon goede ploegen. Maar ik geef NAC toch thuisvoordeel, om het zo maar te zeggen, omdat ze heel sterk zijn thuis. Oké, okay. ADO, Willem II. Ja, dan ga ik voor ADO. Ook jij gunt Willem II niet die eerste overwinning? Ik gun het ze zeker wel van harte, maar ADO in de vorm die ze dit seizoen hebben, dan wordt dat moeilijk, denk ik. Dus Willem II die boekt die eerste overwinning pas in het volgende jaar? Nou, wat ik al zei, ik hoop het zo snel mogelijk voor ze, maar het is moeilijk, denk ik. Ajax Feyenoord. Hij is toch de klassieker, om het zo maar te zeggen. Dus het is moeilijk. Als je op de ranglijst kijkt, dan zou je zeggen dat wordt een makkie voor Ajax. Ja, normaal gesproken als je naar de ranglijst kijkt wel, maar ja, toch ga ik wel voor Ajax. AZ NEC. AZ. Dat is makkelijk. En PSV Roda lijkt me ook makkelijk. Ja, wij gaan voor een overwinning. En de laatste, VVV Venlo tegen FC Utrecht. Ja, mijn stadje. Gaat Utrecht winnen? Ja. Dus dan kijken we er even naar. Geen gelijke spelen deze speelronde? Nee, ik ben niet van gelijk spelen. Dus of winst of verlies. En dus zien de voorspellingen van Ibrahim Afellay er zo uit. Geen gelijke spelen, wel een overwinning voor PSV tegen Roda JC. En dat zou betekenen dat Ibrahim Afellay afscheid neemt van PSV als herfstmeister. Dus Erik Pieters die staat na deze speelronde op plek 2 voor de voorspelling van. Nee, dat durf ik nog niet te zeggen. Maar ik ben normaal gesproken niet de man van de voorspellingen. Maar ik denk niet dat ik verkeerde keuzes heb gemaakt, denk ik. Maar goed, je de loterij, maar daar ben ik niet zo van. Houden we het hierbij. Oké. Dankjewel. Graag gedaan.